We staan op de Houtrijkstraat in Amsterdam. Wat is er gebeurd? Nou, ik kwam hier aan en er was een heleboel politiecommotie. Nou, wat er is gebeurd, wat ik weet is dat de vader zijn zoon heeft neergestoken. En het is met fatale afloop, helaas. Hij was wel ook een heel rustige jongen. Hij was ook altijd met hun. Hij deed ook niks kwaad. Zijn vader, hij was ook rustig. Hij werkte in het buurthuis. Ja, hij was echt rustig, die vader. Maar ja, die moeder ook. Hij zelf ook heel erg aardig. Ik ken hem ook van vroeger, van klein. Ja, ik zag dat die vader werd aangehouden, werd hij meegenomen. Ja, en toen, ja, verveeld nieuws, toen had ik het gehoord, ja. Toen dacht ik... En ik zat gisteren nog met hem te voetballen. De volgende dag hoor ik opeens dat hij is gestoken. Dus ik vind het echt heel erg heftig. Maar zijn er al vaker problemen geweest? Ja, als de vader heeft epilepsie. Dus hij was wel eens aanvallen, ambulance opgehaald, meegenomen naar het ziekenhuis.